De door de regering beloofde bonus, die alle werkenden in het kader van 45 jaar revidentie zullen krijgen, wordt gehaald uit het bedrag dat als rente betaald zou moeten worden aan Oppenheimer. President Chandrika Prasad Santokhi vindt het niet verantwoordelijk om zo'n groot bedrag uit de samenleving te halen om de lening af te lossen. Het staatshoofd zegt dat iedere werkende in aanmerking komt voor de bonus. Maar als we toch nog door niet te betalen een klein beetje geld kunnen overhouden, en ik merk dat er pina is in de samenleving, als ik merk dat er armoede is in de samenleving, ik zie dat de huismoeders niet uitkomen, ik zie dat de gepensioneerden niet uitkomen, ik zie dat de kinderen moeite hebben om hun hoofd boven water te houden, vooral die studenten, dan heb ik de plicht als president om dat geld dat een klein beetje overblijft dan terug te geven aan die samenleving om de noden te lenigen bij de verschillende doelgroepen. En we gaan november in het kader van zijn revidentie een bonus geven. Dat bedrag gaat u binnenkort horen. Dat is een redelijk bedrag. Maar het is om te zorgen dat het volk dat offers brengt ook tegemoet te komen wanneer wij het een beetje beter beginnen te krijgen in onze kas. Santokhi geeft verder aan dat minister Achai Bashing de bonus die deze maand wordt gegeven zal evalueren. Dan zal de mogelijkheid bekeken worden om in december ook een kerstbonus te geven. Als het goed gaat, vlekkeloos verloopt, en ieder krijgt, let wel, en ieder krijgt, dus alle werknemers, niet alleen ambtenaren, ook de werknemers in de private sector, ook die ijsman die ijs verkoopt, ook die marktverkoper, ook die taxichauffeur, dat ze allemaal moeten krijgen. En aan de hand van de evaluatie gaan we dan ook in december de mogelijkheid bekijken voor een kerstbonus te geven aan het volk. Omdat het volk dat nodig heeft. En in januari gaan we beginnen met de onderhandelingen over loonronde. Dus we gaan een brief schrijven, die brief is al geconcipeerd, naar de SER, de Sociaal Economische Raad. Waar we aan de SER, waar bedrijfsleven, vakbeweging en overheid participeert, gaan vragen om ons te adviseren bij de loonronde waarmee we willen starten volgend jaar. Wat het loonniveau zou moeten zijn. Hoeveel procent kan ik geven om te zorgen dat er geen inflatoren werking ontstaat. Tot zover president Chandrika Prasad Santokhi. Hij zegt dat er aan het eind van deze maand in het kader van 45 jaar revidentie een bonus wordt gegeven aan alle werkenden.